Dit is mijn school, de Krijtmolen in de Molenwijk. Bij ons kun je naar de Montessori, maar ook naar de reguliere basisschool. Ik ben Pinky en ik zit op de Montessori. Ik ben Tara en ik zit op de reguliere. Ik ben Daan en ik zit op de Montessori. Ik ben Ashkan en ik zit in de regulier. Samen zitten we in de Krijtmolen. Nou, op de Montessori is het zo dat grotere kinderen kleine kinderen mogen helpen. En dan grotere kinderen die groter dan die kinderen zijn, die weer mogen helpen. Als je samenwerkt mag je niet te hard praten, want dan stoor je de andere kinderen die hard aan het werk zijn. Soms kan je heel veel van de ander leren. En dan kan je op een gegeven moment heel goed samenwerken. Dan word je steeds ook slimmer om alle dingen van de ander te leren. Vandaag zijn jullie verslaggevers. Jullie zijn journalisten. Waarmee houden we rekening? Want we gaan samenwerken. Je gaat samen dat verhaaltje schrijven. Waar moet je aan denken als je samenwerkt? Nou, dat je overlegt met iedereen. Het gaat om die vrachtwagen die omviel. Oh ja. En daar moeten we verder mee schrijven, want het vliegtuig komt toen. De vliegen. Ik ben Lisanne en ik zit op de regulier. Ik ben Laura en zit op de Montessori. Samen zitten we op de Krijtmolen. Samen zijn we één school. Eén school onder één dak. We leren samen, we spelen samen, we leven samen op de Krijtmolen. Goedemorgen, Sire. U heeft alle onderdanen. Arme, rijke, zwarte, gele, rode en bruine. U heeft macht over recht en onrecht. Bij ons kun je kiezen welk onderwijs het beste bij je past. Want iedereen is anders. We leren niet allemaal op dezelfde manier. De Krijtmolen houdt er rekening mee. Zeiler, zeiljacht, zeiljoeper, zeilkamp, zeilklaar, zeilmakrij. Op onze school zitten kinderen uit deze buurt en in deze buurt wonen heel veel verschillende mensen. Maar wij leren elkaar kennen op de Krijtmolen en daarom voel ik mij hier thuis. De vogels die vliegen zo vrij daar omhoog, maar ik blijf hier zitten, het is mij daar te hoog. Kom maar aan boord en vaar met me mee, ver over zee.